Ja, voorzitter, dit is het toontje dat we de afgelopen weken ook via social media hebben gezien. Dat heeft denk ik ook niet bijgedragen aan vertrouwen aan die onderhandelingstafel. Maar de heer Wilders weet al sinds 10 januari dat de NSC-fractie niet bereid is om deel te nemen aan een meerderheids- of een minderheidscoalitie. Dat was namelijk toen conclusie na het afronden van die basislijn. Dus mijn vraag aan de heer Wilders is, wat heeft hij nou sinds 10 januari zelf als leider van de grootste partij bedacht om uit deze impasse te komen? Nou, ik zal dadelijk met een concreet voorstel komen, voorzitter. Maar wij zijn aan tafel blijven zitten omdat de PVV geen partij van weglopers is. Wij blijven zitten. Wij nemen onze verantwoordelijkheid. De kiezer heeft, of wie dat nou leuk vindt of niet, de PVV de grootste partij van Nederland gemaakt. Daar hebben 2,5 miljoen mensen op ons gestemd. En toen de heer Omtzigt inderdaad zei, nadat wij met z'n allen die verklaring over rechtsstatelijk hadden ondertekend en terugkwam en zei, nou ja, het is voor ons toch niet genoeg, ja, was dat natuurlijk enorm teleurstellend. Dat is iets wat je niet verwacht. Maar hij zei er wel bij dat die andere opties, zoals gedoogsteun verlenen aan een minderheidskabinet, een extra parlementair kabinet, een zakenkabinet, dat er andere opties waren. En daarom zijn wij blijven zitten. Wij zijn geen weglopers. Wij zagen andere mogelijkheden en we zien die nog steeds. Voorzitter, heeft de heer Wilders dan tijdens die weken sinds 10 januari, tijdens die onderhandelingen gesproken over mogelijke vormen die dan wel zouden kunnen? Nee, voorzitter. Dat zal mijn voorstel, wat ik dadelijk doe met een voorstel voor een nieuwe informateur, zal precies daarover gaan, om dat wel te gaan doen. Omdat wij hadden afgesproken dat wij in deze ronde niet, dat was het opdracht van de Kamer, niet over de vorm mochten praten. We hebben ook toen u, dat kunt u ook zien in de stukken die de informateur heeft meegestuurd, toen de heer Omtzigt terugkwam van zijn overleg met zijn fractie en zei, nou ja, we accepteren die verklaring, maar niet regeren, maar wel wat ik net noemde, kunt u ook zien dat de conclusie is dat alle vier de partijen, ook die van de heer Omtzigt, hebben gezegd, we nemen dat voor kennisgeving aan en in de volgende fase, als we daar komen, dat is helaas niet gelukt, gaan we het over de vorm hebben. Ik denk ook, voorzitter, dat dat een, nou ja, achteraf gezien is dat een makkelijk oordelen, maar dat dat wel een makke is geweest, dat je niet over de vorm mocht praten, terwijl je eigenlijk al heel snel in de gaten had dat de vorm het probleem was. Ik denk ook nogmaals, ik kom daar zo op terug, dat dat een van de oplossingen is dat we nu als volgende stap het juist wel over de vorm moeten hebben. Tot slot, voorzitter, de opdracht aan informateur Plasterk was natuurlijk geformuleerd in de motie Wilders. Zeker. Dus dat was dan een manke in de opdrachtomschrijving. Maar u heeft er ook op 10 januari niet voor gekozen om dan te stoppen, een tussenverslag aan de Kamer te laten sturen, hier het debat te voeren en dan al een nieuwe opdracht te formuleren. Dus kortom, voorzitter, ik concludeer, 85 dagen na de verkiezingen, 85 dagen dat Nederlanders wachten op een kabinet dat problemen kan oplossen, hebben we vooral heel veel tijd verspeeld, veel gepraat, geen resultaat. En vandaag heeft de heer Wilders als leider van de grootste partij een hele grote verantwoordelijkheid om nu met een betere opdracht te komen. Ja, voorzitter, dat mag misschien zo zijn, maar dat lag toch echt niet aan mij. Wij zijn niet opgestapt. De PVV is niet opgestapt. We hebben constructief aan die overleggen deelgenomen. Wij zijn, toen wij inderdaad te horen kregen, nou, NSC wil niet met jullie in een meerderheidskabinet of een minderheidskabinet, hebben wij niet gezegd, dan gaan wij nu naar huis, het is klaar, we doen het niet. Dat hebben we allemaal niet gedaan. We hebben geprobeerd tot een oplossing te zoeken, maar u heeft gelijk. En achteraf gezien hadden we dat misschien met z'n allen en ook mijn partij beter moeten zien. De vorm is uiteindelijk een probleem geweest. Ik denk dat de partij van de heer Omtzigt zocht afstand. Kon die afstand niet vinden op de vorm, want daar mochten we het niet over hebben. En is toen afstand gaan zoeken op de inhoud. Ik denk dat dat ongeveer het proces is wat we hebben gezien. En in de volgende ronde moeten we dat proberen te voorkomen en te verbeteren.